Het is de grote opgave van elke ondernemer om de juiste producten op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. En dan liefst ook nog in de juiste hoeveelheden. En de absolute specialist in dat logistieke probleem is een Brabants bedrijf. Het zit in Veghel en het heet Van der Landen Industries. Van der Landen die ontwerpt logistieke systemen, bijvoorbeeld voor bagageafhandeling op luchthavens. Hè? Schiphol, Heathrow, Londen, Parijs, Moskou. En nou is dit maar een eenvoudige proefopstelling, maar in werkelijkheid zijn die systemen honderden meters lang, met talloze sorteermogelijkheden. Meer dan 600 vliegvelden gebruiken het systeem van Van der Landen en dan gaat het echt over miljarden en miljarden koffers per jaar. Moet je kijken, hier worden ze gesorteerd. Hup naar rechts, hup naar links. Dit is weer een ander logistiek systeem, de goederendistributie. Kijk, grote supermarkten die bevoorraden hun winkels vanuit een centraal magazijn. Nou, en met dit systeem kan het dus helemaal automatisch. Die robot die weet echt, hé, er moet een kratje bier naar de winkel in Zundert of een doos met peperkoeken naar de winkel in Deurne. Er komt geen mens meer aan te pas. En foutloos, hè? Foutloos. Weer een ander systeem. Het sorteren van postpakketjes. En alle grote jongens die maken daar gebruik van. Hè? Dus TNT, DHL, UPC. UPC heeft zelfs in het midden van Amerika een luchthaven, net zo groot als Schiphol. Met meer dan 250 van dit soort sorteerbanden. Er gaan 1 miljoen artikelen in één nacht erdoorheen. Tjoef! Nee. Govert Hamers, de baas van het geheel, wat een prachtig bedrijf trouwens. Hebben jullie nou last van de economische crisis? Want mensen hebben minder geld, kopen minder producten in de supermarkt, vliegen misschien minder? Ja, die economische crisis is voor ons eigenlijk al achter de rug. Dat is eigenlijk al een paar jaar voorbij. En wij zitten juist in een enorme groei. En wat we zien is dat er juist een inhaalslag gaande is nou aan investeringen op luchthavens. Je ziet ook dat heel veel supermarktketens nu aan het investeren zijn. E-commerce is een hele belangrijke driver voor ons, al die pakjes die bij jou, bij mij aan de voordeur aankomen. Het moet allemaal door het centrum van ons heen. Mensen bestellen 's avonds volgende dag alweer thuis. Dat is voor jullie winst natuurlijk, hè? Ja, hoe meer jullie dat allemaal doen, hoe beter dat is voor ons. Ja, natuurlijk zo'n pakje, het moet snel. Het gaat om hele grote hoeveelheden. Daardoor heb je toch heel snel grote en geautomatiseerde systemen voor nodig. En daar zijn wij nou juist al goed in. En wat maakt jullie nou onderscheiden, behalve de kwaliteit en de betrouwbaarheid? Innovatie, kan ik me voorstellen? Ja, zeker. Kijk, ik denk dat waar Van der Landen vooral goed in is, is dat wij een totaal oplossing aan onze klanten kunnen bieden. Dus wij hebben de mechanische systemen, zoals je hier om je heen ziet, maar ook de automatiseringsoplossingen. We kunnen de software schrijven, we kunnen wat wij de controls noemen van al die systemen ook zelf maken. En daardoor kunnen wij als geen ander, als één bedrijf met een klant praten en samen tot de beste oplossing komen die we dan programmeren, maken, bouwen en in bedrijf stellen. Dus van ontwerp tot bouw doe je allemaal zelf? Ja, absoluut. En overal ter wereld, hè? Dat ook nog. En nou staan jullie al jaren in de top 10, de Nederlandse top 10 van beste werkgevers. Dus ook de beste Brabantse werkgever. Hoe lukt jullie dat? Want het bedrijf is groot, hè? Hoeveel mensen werken er? Ja, 3000 man wereldwijd, waarvan zeg maar 1000 of inmiddels 1200 hier in Veghel groeien, ook hier hard. En de rest werkt ergens in het buitenland. We zijn in 100 landen actief. Doen we elk moment ongeveer 260 projecten wereldwijd, dus het zijn er heel veel. Nee, waarom wij steeds in die top terechtkomen is dat wij gewoon een heel leuk bedrijf zijn. Met toch nog een Brabantse geest erin? Ja, ik denk dat het een bedrijf is met de sfeer van een familiebedrijf nog in zich. Wij vinden het belangrijk dat mensen een veilige en prettige werkomgeving hebben. Wij hebben werk te bieden wat veel mensen uitdagend vinden. Het is een technisch bedrijf. Grote projecten, internationaal. Ja, het is bijna een jongensboek. Nou, dat wou ik zeggen, want het is iets van modelspoortreintjes. Maar ja. Ik kan op knoppen drukken, deze? Ja, probeer het maar. Niets, hè? Er gaat er van alles gebeuren. Ja, kijk, dat willen wij dus zien, hè? Hartstikke bedankt. Oké, graag gedaan. Deze systemen hebben een betrouwbaarheid van meer dan 99,99%. Dus als er iets misgaat, dan is dat veelal een menselijke fout. Nou, dat kun je aan mij wel overlaten. Ik zal eens proberen zo'n pakketje te pakken. Nou ja, stopt meteen het hele systeem. Ik denk dat we beter weg kunnen.